is prachtig. Hij is echt wonderschoon mooi. We zijn Rinus Morsing ontzettend dankbaar voor dit mooie gebaar. Ik vind het een heel mooi beeld. Je ziet de verschillende generaties. Je ziet ze zijn onderweg. De grootvader heeft het lastig. Misschien ook omdat hij niet zijn land kan verdedigen. Dat hij als oudere, zwakkere man moet volgen. En vooraan zie je de jonge vrouw die een zekere berusting heeft en die zegt, we gaan er het beste van maken. 1 september kreeg het bericht dat het beeld, wat destijds in brons is uitgevoerd, gestolen was. We hebben alles geprobeerd, we hebben ook nog een beloning uitgeloofd. We hebben de vijver gedrecht, maar we hebben het beeld niet meer terug kunnen vinden. Ik heb gewoon helemaal nageboetseerd, eerst de verhoudingen uitgetekend. Ik heb maar 1 foto, alleen de voorkant. Er is nooit een foto gemaakt van de achterkant of van de achterkant van de zijkant. Toen maar meten en er kwamen nog heel wat berekeningen aan te pas. De dikte van de figuurtjes, de hoogte dus, de onderlinge verhoudingen. Toen ik die eenmaal had, die heb ik eerst eenmaal uitgetekend en uitgeknipt. Toen ben ik aan het boetseren geslagen. In 1914-18 heeft Nederland 1 miljoen vluchtelingen uit België opgevangen. Waarvan zo'n 600 in Enschede. Dus daar zijn we heel gastvrij geweest toen in de Eerste Wereldoorlog. En dat is nog steeds actueel. Oekraïne, maar ook Syrië. En we vangen nog steeds mensen op met elkaar. Dus dat we nog steeds oorlog voeren, mensen opvangen, vrouwen en ouderen opvangen, mannen die aan het vechten zijn. Het is blijkbaar helaas van alle tijden. En dat is goed om bij stil te staan. Het heeft heel veel betekend voor mensen in België dat ze in het buurland Nederland terecht konden. En heel persoonlijk, mijn hoogzwangere overgrootmoeder is naar Nederland gevlucht om dan in België en in Nederland te bevallen. Want mijn grootvader is geboren in Baarle-Hertog. Dus in België, maar ook in Nederland en omwille van de oorlog. Dus het heeft heel veel betekend dat mensen zich veilig konden voelen en dat ze de angst en de verschrikking even konden ontvluchten. Gekke vraag misschien, maar wat als het oude beeld nu teruggevonden wordt, toch nog? Ik ga er niet vanuit. Helaas zal die versmolten zijn tot een klompje brons. Het is fijn dat die terug is. In ieder geval minder aantrekkelijk om te stelen. Ja, precies. Ja, dat zeg ik nog even in de camera. Jongens, laat hem heel. Echt wat mooier dan dit.